Dit is de vierde editie van de Gouverneursdagen, waarbij wij alweer heel wat gouverneurs mogen ontvangen. Het is zeer leuk, want deze mensen ondersteunen ons merk en brengen het natuurlijk naar voren. Het is een hele eer om gouverneur te mogen zijn van La Trappe. Er zijn er maar 207 in België, dus het is altijd fijn om daarbij te mogen horen. Dit jaar staan de gouverneursdagen in het teken van de foodpairing. We hebben dan ook een masterclass waarbij de gerechtjes mooi naast de bieren worden gezet. C'est super intéressant parce que moi je viens d'une région dans le Hainaut, du côté de Tournai, où on mange le lapin comme aujourd'hui, avec du lapin à la bière et au pruneau. Et j'ai découvert une autre façon de manger le lapin à la bière et au pruneau qui était pas mal du tout, donc j'ai trouvé ça chouette. Exclusief dit jaar is ook dat wij een nieuw recept hebben voor de La Trappe Pure, die de gouverneurs deze keer eerst kunnen proeven. La Trappe Pure. Heel lekker, ik heb hem juist geproefd. Hij stond nog niet op de kaart bij ons, om andere redenen, maar hij komt er nu zeker wat op te staan. Zeer goed, vol van smaak, langer houdbaar. Een extra toe vind ik het glas dat we gaan delen met het La Trappe wit bier. Wij hopen dat alle gouverneurs zich ook in 2020 blijven verder inzetten en het merk van La Trappe naar voren te brengen, zodat wij op deze manier alle mooie projecten die wij nog in gedachten hebben verder kunnen realiseren en toch een beetje bij kunnen brengen de mooiheid in deze wereld.